Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ikwas Hier Live. Irene Gijsling uit Merendree speelt elke zondag het jaar rond. In de zomer met de vinken, in de winter met de haantjes. Als speler is hij volledig overgeleverd aan de willekeur en de hoesting van zijn haan. Wil hij kraaien of wil hij vandaag niet kraaien? Goedemiddag. Mijn naam is Irene Gijsling. Ik ben van Merendree en speel al met de haantjes 55 jaar. Ik heb veel meegemaakt met die beestjes. Zelf kweken, sterven, goed spelen, slecht spelen. En dat is een moeilijke sport, de haantjes. Ze zijn baas over ons. Als ze goed kraaien, kraaien ze goed. Maar willen ze niet kraaien, ze kraaien niet. Verstaat u? En dat ze zo... Ja, ik had er plezier aan. Je doet dat voor een hobby, dat is een hobby. We doen dat, we leggen 2 euro in en dan krijgen 3 euro. Of 3 euro en half, of 2 euro en half. Dat is een hobby. Dat is met de vinken spelen. Ja, ik speel al met de vinken ook 64 jaar. En de vinken zijn gedaan met spelen, dan beginnen met de haantjes. En dat doe ik al 40 jaar. 40 jaar effectief alle zondagen gaan spelen. Ik ben nog gezond, ben 72 jaar. Ik voel me nog goed en ik ga dat doen zolang dat kan. Als mijn gezondheid niet meer goed toelaat, moest ik niet goed in mijn oren en dan stop ik. Maar tot nu toe is alles prima. Ja, hoe dat begonnen is. Dat is mijn kameraad van Merendree en van Ansbeke. Maurice, ja, een zekere Maurice en zijn vrouwken. Namen is voor mij moeilijk, maar ik zal me wel invallen. Ja, een keer meegaan. Een keer meegaan alle zondagen. Ik hoorde dat zeggen. Ja, als ze niet in kruid vandaag, de bol af. Het is in voor de soep. Ik zeg tegen Maurice, ik liep langs de reek, ik speelde nog, ik keek maar naar de haantjes, luisteren. Ik zeg tegen Maurice, ze gaan die naan dat dood doen. Welke een. Ja, en dat was mijn naan. Maurice zegt, ik mocht hem hebben, ik mocht die naan. En Maurice zegt, zal ik hem op mijn zolder steken? En zo gezegd, zo gedaan. Een maand nadien hebben die naam gaan spelen. En die naam kruide de eerste. En de eigenaar kwam bij mij, de vroegere eigenaar kwam bij mij voor die naam te kopen. In die tijd was nog geld. 3000 frank, 5000 frank voor een goede naam. Ze gingen de 20.000 frank voor een kampioen. In de tijd, nu geven ze dat voor niet waar. Nu, als ze te veel hebben, de liefhebbers. Ja, ik kon de bol afkappen. Kijk, mijn aan zijn ook aan dat ik gekregen heb, maar met mijn aan gepakt van de vos. Verleden jaar nu, en dit jaar nu, verleden week terug, ja. Maar, allez, zeg tegen hem, na de zetting, ik wil die naam kopen. Zeg, Paul, ga toch een eigen naam niet terugkopen, hè. Oeh, hij was boos, hè. Ja. Oh, die smerlapel hier, die smer. En wat heeft hij door mee gedaan? Mijn moed op de zolder, wat heeft hij door mee gedaan? Maar als een naam alleen valt, je weet niet wat getal dat hij gaat spelen. Je kunt ze proberen, daantjes in de bak. En je kunt ze proberen te spelen in de bak, maar je kunt nog niet zeggen ze gaan dat doen of ze gaan dat doen. Je weet dat nooit op voorhand. Een naam is wespeturen. Ik heb het al gezegd, kruid die kruid, oftewel zegt die kruid zelf. Staat er? Ik wilde vroeger altijd met de duiven spelen. Ik had dat niet gemogen van mijn vrouw. Mijn vader heeft vroeger de beste duiven gehad van België. En ik had dat wel een voortzet, maar ik had dat niet gemogen dat ik getrouwd ben van mijn vrouw. Sorry, ja, spijtig. Ik wist veel van de duiven. Meer of van de handjes of van de vinken. Ja, want daar kun je niet veel van zeggen. Maar een goede duif kun je herkennen.
maar een haan, maar een vink, dat weet ik niet. Alhoewel dat mijn vader ook altijd goede vinken gehad heeft. Ja, ik heb ook al goede gehad. Ik had ook al had die 800, 900 en 1000 zelfs. Ik heb een vink gehad die 1000 gespeeld. De miserie is begonnen over de kraai. De vierledige en de drieledige. De drieledigen waren eerst slechte. De korte kraai, heb vandaag gehoord, 4,5, dat trekt op niets meer. Dat is geen kraai meer. En ze zijn allemaal toegestaan. Vroeger was het zo en het was zo. Vroeger was een bestuur met arbeid de tand, zal ze zo zeggen. En nu laten ze alles maar toe. Onze reclameren. En zijn er maar een stuk of 15 niet meer. Ze moeten niet veel niet meer reclameren. Hè. Of ze blijven thuis, dat zijn geen naam niet meer hè, in de maatschappij. Maar ze zijn veel te ver laten komen door de goede kraai en de slechte kraai. Een kraai die vierledig is, vierledig bestaat niet meer, die zeker nog drieledig is. Maar nu bij de drieledige is maar één en twee niet meer. En meestal één. Ze kappen, hè. Dat is geen kraai niet meer, hè. Dat is geen drieledig niet meer. De drieledige kraai moet... Dat is een schone. En het mijne en de vierledige, die kraai nu maar drieledig niet meer. En ook al twee. Dus het trekt op niets meer. Nee. Het zet veel te ver laten komen, de zangkeurders. Dat is spijtig. Ik vind dat heel jammer. Ik heb thuis nog nu zeker 10 eindjes zitten die zuiver vierleden kraaien. En als je dat speelt bij nu, met die janen van hier nu, hoor, met die drieleden, het zijn allemaal drieleden, de vierleden, die gaan er maar 1100, 800, 1100, 1200, naar 1400. Dat is een zeer mooie kraai. Dat is zuiver vierleden. Maar hoort dat niet meer, dat is gedaan. Ja. En ik ben over 2 jaar, ik heb 2 maal kampioen van België geweest, met de drieledige. En wat doen de liefhebbers? Ze kruisen allemaal die jannetjes van de drieledige met de vierledige. En daardoor komt de slechte kraai. De vierleden, dat bestaat niet meer. En ik zeg, nogmaals, ze zijn veel te ver laten komen. Ik kweek alle jaren een 30 aan. Hey, ik heb een haan tezamen. Maar ik heb al zeg 4 jaar geen kans. Na ze sterven. Ja, één teelt te ver gekweekt. Stoppen. Andere rassen nemen. Ja. Je raakt dan niet aan een andere ras. Moeilijk. Maar de andere ras is ook al niet een kozijn tezamen. Dus, ja. Het is verloren tijd. We zijn... Ja, tand gekweekt. Ik ben tand gekweekt. En opnieuw begin, dat duurt 4-5 jaar, eer dat je weer de schone kraai hebt. Ik heb er nu 12 zitten, 10 of 12. En daar moeten we de beste uithalen en houden. Ze moeten nog blijven leven, het jaar nadien. En ik heb een andere kip van elders. Ik ben volledig bezig met een nieuwe ras. Nu, ja. Geen gewone kipjes niet meer van die aan die zo rap kraaien. Allemaal kipjes dat ik zelf gekweekt heb, opnieuw beginnen. En dat duurt 4-5 jaar. Dat ik weer een aan heb van 1800, voor wat te zeggen. Ja, vierledig. Drieledig niet, zijn vierledig. Omdat ik nog altijd liefst de vierledige oor, maar niet veel mee te spelen. Ik speel liever met de drieledige, omdat de uur rapper voorbij is. Dus dat moet meer tekenen en de duur is rap voorbij. Maar de vierledige, dat gaat te traag. Dus dat, die kraai maar 1500, 1200, 1100, dus dat, tot 2000, tot vandaag in van 2100. Dat is ook al maximum. Ja. En de rasfestalen in Holland. Zwarte kraaiers noemt dat ras. Echt, ze zijn iets groter. En ik kon namens gewoon een mooie annekes uit zalmen.
Zalmannekes uit. Legbruine. Ja. Isabel, denk ik met de vinken. Isabel dan ze noemen. Mooie, mooie, mooie voor te zien. En daar had ik nu hey, mee kweek. Mijn handen opsteken. Ik heb liever met. Ik heb wel liever met de vink gespeeld, maar nu speel ik liever met de handen. Een vink, pakt de kooi en ze weg. Stort, maar een aan, moet hem in het donker steken, moet hem een keer pakken. Het is ringcontrole na de wedstrijd. En moet hem nog een keer pakken en thuiskomen. Je ziet dat graag, een aan. En vink is ze zo niet. Een vink is, ja, zit in de kooi. Ze wordt opgekooid. Als ze goed zingt, dan een goeie. Als ze niet goed zingt, dan is het ook een voor te laten vliegen. Dus ja, het is een moeilijke sport. Maar met beesten spelen is een moeilijk. Je ziet aan de paarden, paardensport. De paarden zijn niet alle zondagen neerst. Nee. Ze zijn ook 1, 2, 3 en tot 6, 7. Hè. Ja. Duiven, dat is ook zo. Komen ze goed naar huis, en goeie, en dan komen ze niet goed naar huis. Als ik in een ramp vlug. Dus sport met beesten is moeilijk. Ja. De mensen zijn ook niet alle dagen gelijk. Eén dag heb ik meer hoest om te werken. Hè. Ik moet niet meer werken, zal ik ben blij dat ik niet moet werken. Hè. Maar ja, ik word nog alle dagen een dagje ouder. Ik ben 72. De jonge gasten, ja, 's morgens mee opstaan om 6 uur, om 6:30. De jonge gasten komen maar thuis tot 6 uur. Hè. Ah ja, hè. En, de jonge, ja, ik ben ook jong geweest, maar wij gingen maar weg. Van 10 uur en moest nog 1 uur thuis. Hè. En nu zaten ze maar aan om 11 uur, hè. 12 uur. En ze komen 's morgens thuis. Dus van aan het spelen en van vinken spelen moeten niet meer verwachten van die jonge gasten. Dat is verleden tijd. Ja. Had er nog die pas getrouwd zijn. Zo, een jaar of 4, 6 getrouwd zijn, die terug weer beginnen. Dat ook nog, maar weinig. We zijn een uitstervend ras.